Van harte welkom bij deze Quantum Jump. Mijn naam is Sabine Hess en ik neem je deze keer mee naar het rijk van de eenhoorns. Eenhoorns zijn prachtige, pure wezens die staan voor genezing, reiniging en zuivering. Deze Quantum Jump helpt jou om alle overtuigingen, emoties en programmeringen van een lage vibratie te transformeren in licht. Zoek een plek uit waar je rustig kan zitten of kan liggen. Maak het jezelf zo comfortabel mogelijk en ik wens je een fijne reis. En sluit je ogen als je dat nog niet hebt gedaan. En maak het jezelf zo comfortabel mogelijk. Voel je lichaam. Voel de aarde onder je. En voel de ademhaling in je lichaam. Adem in door je neus. En adem uit door je mond met een zucht. En doe dat nog een keer. Adem in door je neus. En adem uit met een. En voel hoe je lichaam zich ontspant. Ga met je aandacht naar je voeten, je enkels, je onderbenen, je knieën, je bovenbenen, je bekken, je billen, je onderrug, je bovenrug, je buik, je maag, je borstkas. Voel je schouders, je armen en je handen, je nek, je hals, je keel. Voel je hoofd, je gezicht. Ontspan de spiertjes rondom je ogen en laat je kaken los. En voel dan je hele lichaam. En we gaan straks contact maken met de dimensie van de eenhoorns. Eenhoorns zijn hele pure, zuivere energieën die genezing en heling brengen. Het is een hele zachte, liefdevolle, pure energie. En dan mag je bij de volgende inademing je ogen omhoog rollen, alsof je naar de binnenkant van je hoofd wilt kijken. En leg het puntje van je tong tegen je gehemelte aan. En zeg tegen jezelf: ook al weet ik niet hoe ik naar de dimensie van de eenhoorns kan reizen, ik weet dat dit mogelijk is en dat het zo is. Dank je wel, dank je wel, dank je wel. En rol je ogen weer naar beneden en laat je tong weer los in je mond. Adem in door je neus. En bij de uitademing ontspan je dieper en dieper. En hoe dieper je gaat, hoe meer jij je ontspant. Hoe meer jij je ontspant,
hoe meer jouw lichaam tot rust komt en je hart zich kan ontspannen. En visualiseer dan een Merkaba om jou heen. Een Merkaba bestaat uit twee piramides. Eén met de punten naar boven en één met de punten naar beneden. En ze overlappen elkaar. Waardoor er een Davidster met 6 punten ontstaat. En plaats jezelf in het midden van deze gouden Merkaba. En die Merkaba straalt gouden stralen uit. Dit is jouw bescherming. De Merkaba is jouw voertuig waarmee jij straks door poorten en dimensies reist. En de punt naar boven bevat een gouden lichtstraal die helemaal naar boven en naar boven en naar boven gaat. Het universum in, helemaal naar de bron van onvoorwaardelijke liefde. En de punt van de Merkaba die naar beneden wijst, heeft een gouden straal die helemaal contact maakt met het hart van Moeder Aarde. En zo ben jij verbonden met de bron, het kwantumveld van oneindige mogelijkheden en het bewustzijn van Moeder Aarde. Want je lichaam blijft contact houden met Moeder Aarde. En stel je dan voor dat je een trap ziet, een trap naar beneden. En ik tel van 10 naar 0. En je loopt die lange trap af naar beneden, 10. En terwijl je naar beneden loopt, ontspant je lichaam dieper en dieper. 9. 8. 7. En je loopt naar beneden, naar beneden. Terwijl jij je dieper en dieper ontspant. 6. 5. Naar beneden. Naar beneden. En je ontspant dieper en dieper. 4. 3. Je bent bijna onderaan de trap. 2. 1. Je staat nu onderaan de trap. En voor je zie jij een rode poort. Deze rode poort is verbonden met Moeder Aarde. En bij de tel van 3 stap je door deze rode poort heen. En achter die poort is een oranje poort. 3, 2, 1. Je stapt door de rode poort. En je staat nu voor een oranje poort. En achter die oranje poort is een gele poort. En ik tel weer van 3 naar 1.
en bij één stap je door de oranje poort. 3, 2, 1. Je stapt door de oranje poort en staat nu voor de gele poort. En achter die gele poort is een groene poort. En ik tel van 3 naar 1 en bij 1 stap je door de gele poort. 3, 2, 1. Je springt door de gele poort. En je staat nu voor een groene poort. En achter die groene poort is een helder blauwe poort. En ik tel van 3 naar 1. 3, 2, 1. Spring door de groene poort. En je staat voor de blauwe poort. En achter de blauwe poort staat een indigo kleurige poort, diep donkerblauw. En ik tel weer van 3 naar 1 en dan spring je door deze poort. 3, 2, 1, door de blauwe poort naar de indigo kleurige poort. En achter de indigo kleurige poort is een ultraviolette poort. En ik tel weer van 3 naar 1 en bij 1 spring je door de indigo poort. 3, 2, 1. En je staat voor een prachtige ultraviolette poort. En als je deze poort doorspringt, staat er een eenhoorn op jou te wachten. En ik tel weer van 3 naar 1. En dan stap je door de ultraviolette poort waar jouw eenhoorn op jou wacht. 3, 2, 1. Je gaat door deze poort. En je ziet een prachtige eenhoorn. En kijk maar naar de kleur van die eenhoorn. De meeste eenhoorns zijn prachtig en smetteloos wit. Maar wellicht heeft jouw eenhoorn een andere kleur. En de eenhoorn kijkt met zachte ogen naar jou. En kijk maar terug in die ogen vol liefde. Maak kennis met jouw eenhoorn. Een prachtig wezen van puurheid, zuiverheid en onvoorwaardelijke liefde. En de eenhoorn heeft een boodschap voor jou die alleen jij kunt horen. En luister naar wat de eenhoorn jou te vertellen heeft. En dan nodigt de eenhoorn jou uit om op haar rug plaats te nemen. De eenhoorn heeft prachtige, sterke vleugels. En klim op haar rug. En als ik van 3 naar 1 tel, bij 1 stijgt ze op. 3, 2, 1. De eenhoorn slaat haar vleugels uit. En daar vliegen jullie.
over prachtige landschappen. Sterrenstelsel. Alles is mogelijk. Laat je maar verwonderen waar je allemaal langs liep. Op de rug van deze prachtige eenhoorn. En ik tel van 10 naar 0. En als ik bij 0 ben aangekomen, dan ben je in de dimensie van de eenhoorns terechtgekomen. 10. Zacht vliegend. Door poorten, door dimensie. 9. 8. 7. Op weg naar het land van de eenhoorns. 6. 5, 4, en laat je maar verwonderen door alles wat je tegenkomt. 3, 2, en je bent bijna bij het land van de eenhoorns. 2, 1, 0. Je bent aangekomen in de dimensie van de eenhoorns. En de eenhoorn die brengt jou naar een grot. Een grot vol met kristallen en edelsteen. En in het midden van deze grot ligt een soort van altaar. Een soort bed. Ook van prachtige kristallen en edelsteen. En de eenhoorn nodigt jou uit om op dat altaar, op dat bed van prachtige glinsterende kristallen en edelstenen te gaan liggen. In prachtige kleuren die je nog nooit eerder hebt gezien. En ga maar liggen. En de eenhoorn is bij je. En deze kristallen en edelstenen hebben de mogelijkheid om alle negativiteit uit je lichaam te trekken. Al je belemmerende overtuigingen, je woede, schaamte, schuld, frustratie, depressie, onmacht, ongeduld. Alle emoties met een lage vibratie. Wordt uit jouw lichaam getrokken door deze prachtige kristallen en edelstenen. Die nemen al deze gevoelens op. En omdat de kristallen en edelstenen een hele hoge vibratie hebben, wordt het gewoonweg getransformeerd in licht. En terwijl de negativiteit uit je lichaam stroomt, in die prachtige edelstenen en kristallen, zie je dat ze steeds feller oplichten. Steeds meer gaan schitteren, omdat alle negativiteit getransformeerd wordt in een hoge vibratie van licht. En sta dit maar toe. Laat maar gebeuren wat er gebeurt. Misschien heb je gedachten of gevoelens, misschien helemaal niets.
En beide is oké. En jouw eenhoorn waakt over jou en over het proces. En troost jou als dat nodig is. En voor nu is het tijd om weer te gaan. En weet dat je altijd jouw eenhoorn kan oproepen om naar deze plek te gaan van reiniging, puurheid en zuivering. Bedank de eenhoorn voor deze prachtige plek waar die jou mee naartoe heeft genomen. En klim weer op de rug van de eenhoorn. En dan tel ik van 0 naar 10. Terwijl je weer door allerlei dimensies heen vliegt. 1, 2, 3. En laat je maar verwonderen wat je allemaal tegenkomt, wat je ziet. 4, 5, 6. En je vliegt en je laat je meenemen door de eenhoorn en verwonder je maar over alles wat je ziet en tegenkomt. 7, 8. En je bent alweer bijna bij de ultraviolette poort. 9, 10. Je bent aangekomen bij de violette poort. Je glijdt van de rug van de eenhoorn af en bedank haar op jouw eigen manier. En dan reis je weer terug door de poorten. 3, 2, 1 door de ultraviolette poort. 3, 2, 1. Door de indigo-kleurige poort. 3, 2, 1. Door de blauwe poort. 3, 2, 1. Door de groene poort. 3, 2, 1. Door de gele poort. 3, 2, 1. Door de oranje poort. 3, 2, 1. Door de rode poort. En dan sta je weer onderaan de trap. En we lopen die trap omhoog in 10 tellen. En als je boven bent, dan ben je weer helemaal in je dagelijks bewustzijn, in je lichaam. 1, 2, 3. Je loopt omhoog en omhoog. Je voelt je fit en energiek, omdat jij helemaal gereinigd en gezuiverd bent. Je voelt dat je vibratie omhoog is gegaan. 4, 5. Terwijl je naar boven loopt, voel je je lichter en lichter. Wakkerder en wakkerder. 6, 7. Je wordt helemaal wakker. Je mag je lichaam wat gaan bewegen, wat rekken en strekken. En je voelt je helemaal gereinigd. Fit, energiek
en vitaal. 8, 9, je bent bijna boven. 10, en je bent weer helemaal in het hier en nu. Op deze plek, in deze ruimte. En je mag je ogen openen en weer helemaal wakker worden.